Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Ovase Survival aflevering. Ik ben Melvin en we gaan verder waar we de vorige aflevering gebleven waren. En nog steeds kan ik er niet bij dat ik dat iedere keer weer zeg, want ik ben nog nooit echt verder gegaan met iets waar ik de vorige aflevering mee was opgehouden. Dus ik snap dat gewoon niet van mezelf. Maar ja, we zijn weer in mijn prachtige wereldje. De vorige aflevering had ik jullie die diamonds beneden laten zien. Had ik wat koeien laten neuken, want daar ga ik echt meer van nodig hebben, wil ik kunnen enchanten. Toen heb ik voor mij ook de farm nog leeg gehaald en voor de rest kan ik het me niet echt herinneren. Dus ja, voor deze aflevering zou ik voor mij de koeien even apart gaan zetten, of ga ik dat proberen. Zou ik het gaan hebben over een onderwerp, en dat onderwerp dat is pesten geworden, en dat ik denk niet dat ik daar een heleboel over kan vertellen, en dat zal ik zo even uitleggen. Voor de rest ben ik dit weekend in België geweest, daar wou ik misschien ook nog even wat over vertellen. En ondertussen ga ik gewoon aan bezig met het koeien proberen te verspreiden. Maar eerst ga ik iemand op de Wall of Olivia 2.0 zetten. En ik zie al dat, of ik zie dat het alweer de laatste is op de Wall of Olivia 2.0. Dus ik ga de tussenaflevering door, denk ik. Dat is wel zo leuk, want jullie weten precies hoe ik deze maak. Dit is gewoon allemaal wat smooth sandstone, dit is allemaal sandstone en dat is allemaal cobblestone. Jullie weten precies hoe ik zo'n muurtje maak, dus dat moet helemaal goed komen. Dus ik kan het gewoon even lekker tussen de afleveringen doordoen. Maar wij gaan nu de persoon op deze muur zetten. En dit keer heb ik uitgekozen Robin Idema. Robin Idema, je staat op de Wall of Olivia 2.0. Ik hoop dat je een super vet vindt. Je bent op dit moment ook de laatste die op de Wall of Olivia 2.0 is gekomen. Dus misschien is dat wel een beetje een schouderklopje waard. Ik weet niet, iedereen heeft trouwens een schouderklopje van mij. En ja, wil jij op de Wall of Olivia 3.0? Want de volgende aflevering wordt 3.0. Dus het wordt een. Dan heb jij al, kom je als eerste op de Wall of Olivia 3.0. Dus wil je dat? Het enige wat je moet doen is een reactie achterlaten hier beneden in de comment section. En dan kies ik er een tot eentje uit. En misschien kan je er een verhaaltje bij zetten waarom ik jou op de Wolfolitie moet zetten. Maar dat is geen verplichting. Een simpele comment is meer dan genoeg. Weet jullie dat ook weer? Het wordt ondertussen ook alweer nacht, zie ik. En dat is een beetje jammer, maar ik hoop dat er niet heel veel monsters komen. Ik heb mijn diamond zwaard altijd gereed, dus het moet helemaal goed komen. Ik heb hier wat seeds die ik voor mij daar nog weg heb gekregen, die ik over had. Die kunnen we in deze chest doen. Kool had ik nog gevonden. Kan ik hierin doen. En ja, dan zou ik maar even ik zit nog steeds aan alle chesten te zoeken, terwijl ik ongeveer wel weet waar ik precies wat heb. En, oh ja, ik weet niet of ik dat had laten zien, maar ik heb ook een heleboel hout gehakt. Maar dat was voor mij de aflevering ook al zo. Of de vorige aflevering ook al zo, nou ja. Ik zou even hier wat fences van maken. En, zoals ik net al zei, had ik de vorige aflevering, ik had de vorige aflevering gepraat over, een beetje over de dood. En opeens begon ik over weerstand, over ziek zijn. Ik weet niet hoe ik daarop kwam, maar oké, ik heb het toch verteld. En toen was er de vraag van, waar moet ik het deze aflevering over gaan hebben? Zijn er veel monsters? Even kijken, staat mijn normal? Oké, ja, ik ga niet op hard, daar heb ik niet zoveel zin in. Het ziet er nog wel redelijk veilig uit hier op dit gebiedje. Ik denk dat ik toch maar een keer wat meer van die lantaarnpalen moet gaan doen tussen de afleveringen door. Ik heb het al zo vaak gezegd, maar ik heb het nog nooit gedaan. Een beetje mijn schuld, maar oké. Ik denk dat ik... Oh, kut. Er zijn die toch wel bezig. Oh, kut. Rennen. Nee, ik moet toch gaan slapen. Ik wou even niet gaan slapen. Kijken of ik het in de nacht kan overleven. Maar dit gaat nogal moeilijk worden. Slapen moeten we dus eerst maar doen. Nee, maar deze aflevering wou ik het een klein beetje gaan hebben over pesten. Wat ik daarvan vind. En ik had de vorige aflevering al gezegd. En voor mij deze aflevering ook net al. Van dat ik het een beetje lastig vind om over te praten. En het is niet omdat ik zelf ben gepest. Maar gewoon omdat ik het nooit echt heb meegemaakt op de school niet waar ik op heb gezeten. Op een heleboel manieren. Of op geen één manier heb ik het echt meegemaakt. En daarom kan ik wel een mening... Godsamme, de kut... Wat? Oh, kut, skeleton. Jij gaat eraan. Oké. Wobba, mooi zo. Nee, maar daarom vind ik het een beetje lastig om erover te praten. Ik kan misschien wel een beetje een mening geven. En ik denk dat de mening voor een heleboel van jullie wel op zich spreekt. En misschien voor sommigen ook niet. En sommigen die waren ook gepest. En dat vind ik heel erg dat dat nog steeds gebeurt. En ja, pesten, dat is iets wat ik gewoon raar vindt eigenlijk. Het is, je gaat iemand anders vernederen omdat hij misschien iets anders heeft of omdat hij misschien iets heeft. Dat is meestal
dat iemand anders iets heeft wat raar is en dat de persoon zelf die pest heel vaak in de punerie zit of gewoon problemen thuis heeft of gewoon stoer wil doen of iets. Het heeft altijd redenen van beide kanten en de ene kant, de pester, die heeft een reden die weg kan en de andere, de gepeste, die heeft meestal een reden die gewoon niet weg kan als het ware, gewoon iets wat je hebt. En ik vind het gewoon heel raar dat je dan mensen op zulke dingen gaat pesten. En helemaal dat je iemand gaat pesten die gewoon nou, iets heeft. Ik kill even trouwens heel random deze varkens, want ik wil ze gewoon even dood hebben. Hupsakee. Nee, maar zoals je merkt kan ik al heel moeilijk erover vertellen. Ik weet niet precies waar ik nou naartoe wil werken met wat ik nu vertel. Maar het is gewoon een lastig onderwerp. Het is ook een heel lastig onderwerp voor een heleboel van jullie. Of nou, nee, dat moet ik niet zeggen. Voor sommigen van jullie. Omdat ze het gewoon zelf hebben meegemaakt en precies weet ik niet hoe ik het moet overtellen, want zoals ik zei, ik heb altijd wel op scholen gezeten waar het dan niet voorkwam. Het was wel eens dat je misschien een kleine ruzie had, laat ik het zo noemen dan, ik kom niet even op een andere woord. En ik moet even dit tellen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, een kleine ruzie had, maar voor de rest was het nooit echt iets bijzonders of zo. Het was niet dat je dagelijks dat je op school kwam gaan, gadverdamme, wat moet ik hier nou weer. We hadden altijd van groep 1 tot en met groep 8 altijd wel een leuke klas. Er was altijd wel één jongen die was iets anders, ze was een beetje een rare gozer. En, maar voor de rest werd hij niet echt gepest. Of niet door onze klas. En voor de rest weet ik ook niet precies. Want hij had soms wel wat van die akkefietjes. Met de andere groep 8 toen wij in groep 7 zaten. Dat was toen wel een beetje raar allemaal. Maar voor de rest heb ik daar niet echt heel veel van meegemaakt, meegekregen. En ik heb het nu al voor de vierde keer geteld. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oké, dit is goed. Dan moet hier zo afgesloten worden. Ja, oké. Dat moest ik even doen. Want ik kan niet dingen. Ik kan heel vaak niet twee dingen tegelijk. En ik zou nu even deur ophalen. Maar ik heb zelf nooit echt last van pest gehad. Ook op de school waar wij zitten. En ik weet niet of het aan het niveau ligt. Het is voor mij wel een keer bewezen. Nou ja, bewezen. Het is wel een keer een onderzoek naar gedaan. Dat op een school waar het niveau, of een school waar het niveau lager is, dat daar sneller wordt gepest dan op een school waar het niveau hoger ligt. En ik zit op dit moment op een school waar alleen maar HAVO, VWO en gymnasium zit. En naar mijn weten wordt er gewoon helemaal niet gepest. Ook in de pauzes niet of zo. Zoals ik de plagen komt natuurlijk wel een keer voor. En dat doet bijna iedereen wel bij zijn vrienden. Gewoon even dom plagen. Maar voor de rest niet echt iets bijzonders. Oh kut, nee, die moet daar niet komen. Voor de rest niet echt iets bijzondere dingen. En ja, ik weet voor de rest ook niet wat ik erover wil vertellen. Ik vind pest gewoon een heel raar iets. Waarom zou je het doen, dat weet ik niet. Er zijn altijd van die eigenlijke redenen voor. En voor de rest weet ik ook niet wat ik erover wil vertellen. Dus misschien als jij een verhaal hebt over pesten. Ik lees altijd alle reacties. En ik vind het op zich wel interessant om zulke dingen te lezen. Net zoals toen ik dat vroeg over dat flauwvallen. Koega, alsjeblieft even aan de kant, dankjewel. En ja, dus heb je misschien een verhaal, heb je het een keer meegemaakt, heb je ooit een keer zelf gepest, ik neem het je niet kwalijk. En dat is het toch geweest. En heb je zelf gepest, misschien dat je het wil vertellen, ik weet niet of je daar tijd aan wil besteden, maar ik lees alle reacties. Dan weet je het ook weer. Maar oké, koe, ga alsjeblieft aan de kant, kutkoe, dankjewel kutkoe. Wat wou ik nog meer vertellen? Ik weet niet of ik het had gemeld de vorige aflevering, voor mij niet, maar ik heb, jawel mensen, nog net een kaartje kunnen krijgen van 12,50 voor de Dutch YouTube Gathering. Ja mensen, ik ga naar de Dutch YouTube Gathering. Ik moet wel even zorgen dat ik vrij krijg, maar ik kan er bijna wel zeker van uitgaan dat ik vrij heb. Of dat ik vrij kan krijgen op die dag dat het is. Want het is een zaterdag en op een zaterdag moet ik anders werken, maar dat gaat helemaal goed komen. En ik kreeg ook een vraag van Melvin. Wat ga je ongeveer doen op de Dutch YouTube Gathering? Nou, ik ben zelf nog nooit op een gathering geweest van laat staan op de Dutch YouTube Gathering. Dus wat ik daar precies ga uitvreten, ik weet het bij godsheugenis niet. Of zoiets. Godsheugenis, weet ik veel wat ik zeg. Nee, maar ik weet niet wat ik ga doen. Het enige wat ik weet is dat ik een heleboel koekjes mee moet gaan nemen. En dat ik op een gegeven moment geen koekjes meer heb. Omdat er zoveel mensen koekjes gaan willen. En weet je niet waar ik het over heb? Ik ga het ook niet vertellen, want er zijn er nog meer mensen die koekjes willen. Je moet tegen mij zeggen van, ja Melvin, ik koekjes. En dan moet je wel moet je even gewoon zeggen waarvan dat is. En dan kan je van mij koekjes krijgen. Want ik ga niet doodleuk aan iedereen koekjes geven. Want dit is nog wel een hele uitgave. Nou, hele uitgave. Niet dat ik dat niet wil. Maar je begrijpt me wel, denk ik. En ik zie dat mijn deur nu alweer op is. Dus dat mooi kut. Nou, laten we gaan even op zand lopen. Dus dat komt helemaal goed. Maar
Oh nee, net tijdens mijn hoestbui kwam ik erachter dat ik dus ons opgang ben vergeten. Fucking kut Melvin dat ik ben. Ik ben weer zo'n achterlijke debiele maloot. Dat ik die zo'n opgang niet heb gedaan. De zon die schijnt nu al helemaal daar. Dus nou, dan moeten we die opgang maar vergeten. En dan zijn jullie 7 koekjes waard. En ik zei net van, ik ga jullie niet vertellen waarvoor die koekjes zijn. Als je dat niet weet. Maar dan weet je dat nu wel. Ik ben zo dom soms, hè. Zo dom, hè. Nou ja, daar kunnen wij nu op dit moment vrij weinig aan veranderen. Nou, we moeten dus niet meer gaan proberen om de koetjes mee te krijgen. Ik ging trouwens net naar binnen om kijken of ik een dirt had volgens mij. En het dirt was toen niet op. En toen opeens verslikte ik me. En toen moest ik weer hoesten. Dus dan weten jullie dat ook weer. Maar ja, waar had ik net over? Oh ja, over de YouTube gathering, wat ik daar ga doen. Nou, ik zal koekjes gaan uitdelen. Voor de rest weet ik niet. Ik ben nog nooit op een gathering geweest, zoals ik net ook al zei. En ja, ik zie het wel. Ik zal wel even kijken of ik met wat andere YouTubers misschien op de foto kan. Het is nog niet dat ik alle mensen uit de Nederlandse YouTube community ken. Maar de grote, die ken ik ondertussen wel. En dan zal ik misschien ook alleen maar op de foto of zo, weet ik veel. Ik ben benieuwd wat voor dag het wordt. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jullie ook. En oh ja, dat zou ik vragen. Wie van jullie gaat er ook naar de Dutch YouTube Gathering? En wie ga ik misschien daar wel tegenkomen? Laat het achter in de reacties. Daar ben ik heel benieuwd naar. Dus ja, dat was dat. En nu moet ik maar even gaan kijken hoe ik deze koeien hier weg kan krijgen. Want voor mij ben ik best wel dom bezig geweest om al deze koeien hier zo tussendoor te laten lopen. En wat ik al dacht, die schapen die gaan dus meelopen met mij. En moeten we dus nu gaan zorgen dat we die koeien allemaal apart krijgen. Kom koe, koe hier, koe, koe. Koe mee, ja kijk hij loopt mee. Koe, koe, oké, dit is koe 1. Koe 1, ik moet deze zorgen. Nee, daar hebben we ook nog zo'n schaap, kutschaap. Nee, ja, jij koe, jij gaat met mij mee, oké. We moeten even proberen om al die koeien hier te krijgen. En die kutschapen niet, godsamme, die kutschapen. Waarom moeten die schapen hier nou weer zijn? Fucking achterlijke kutschaap. Ik ga ze gewoon daarheen drukken. Kijken of dat wil. Hupsakee, jij daarheen. Nog een schaap. Ja, ik moet gewoon zorgen dat er minimaal hier 2 koeien staan. Zodat we dan deze nog maar even kunnen laten, nou ja, batsen. Weet ik veel hoe je het wil noemen. Batsen is trouwens neuken. Maar je noemt het voor mij paren bij koeien. Voor mij is bij alleen bij paarden dat je het, ja, ik weet niet eens of je, hoe je het bij paarden noemt. Want paarden, dat zijn toch mensen of zo? Ik weet niet, edelde dieren, weet ik veel. En kutkoe, gaan alsjeblieft tegen mee. Ze werken voor geen meter. Oh, zit hier nog? Oh, kijk, 3 koeien. 3 koeien. Oké, jij gaat hierheen. Ja. Oh, kijk, we hebben nu 3 koetjes apart gezet. Supermooi. Dat moest even. Nou, wat had ik nog meer te vertellen? Oh ja, in Antwerpen ben ik. Of ja, in België. Onder te handelen in Antwerpen. Antwerpen ligt in België, voor de mensen die het weten. Een stad met 600.000 inwoners. En daar ergens in de buurt, 20 kilometer vandaan, ligt een plaatje waar ik ben geweest. Daar hebben wij kennissen wonen, was een superleuk weekend weer. En we zijn daar in België, zijn wij in Antwerpen geweest. Want die Belgen die wouden ons bedanken, naar mijn weten ongeveer. Ik weet niet de exacte redenen waarom wij er waren uitgenodigd met onze familie. Maar we zijn er dus in Ruijen geweest. En dan denk ik, ik denk dat iedereen nu zich afvraagt van Melvin, wat de fucking fuck zijn Ruijen? Nou, zou ik dat even uitleggen. Ruijen, dat zijn het soort van rioleringssysteem. Het is, klinkt heel raar, maar het was vooral uit de middeleeuwen dat het werd. Of in de middeleeuwen. En het was vooral een stuk geschiedenis wat we daar allemaal te zien kregen. En het was trouwens allemaal onder de grond. En het was ook gewoon naast het rioleringssysteem als het ware. En het rioleringssysteem is echt niet zoals jij in films ziet. Het is gewoon simpel een buis van een diameter van, nou wat is het, ik pak weg 50 centimeter. Waarin naar water stroomt met allemaal drollen van Antwerpen. Waar allemaal pis doorheen stroopt van de burgemeester van Antwerpenaren. En dat konden wij dus ook allemaal doodleuk langs zien drijven. En voor de rest was het best wel leuk. Ik heb nu ook voor het eerst ratten gezien in mijn leven. Rat gezien in het echt in mijn leven. Want er liepen ook ratten rond en ik sta hier alweer te lullen terwijl ik geen ene flikker uitvoer. Maar dus wat zou ik doen? Oh ja, ja, de challenge muur. Ik moet nog wat op de challenge muur zetten. Oh mijn god, domme Melvin. En jullie krijgen nu trouwens allemaal 7 koekjes als ik dat nog niet had gemeld. Want het was eerst 6 en nu staat het tellen op 7. Beetje dom van mij, maar oké. Dus het was best wel interessant. Zijn we daarna nog uit eten geweest. En misschien kan ik de volgende aflevering wat meer over de ruien vertellen. Zo noemen ze dat. En ja, ik plaats al een sign op de challenge muur. En er waren weer wat challenges gekomen. En een van die challenges die ik wel heel handig vond, dat was deze.
Maak een kamer waar je maken. Nee, ik zal het even goed verwoorden. Maak een apart. Nee, ho, aparte kamer met waar. Nee, ik zal het even met furnaces. Ja, want dat vond ik best wel handig als ik er zo over nadacht. En deze is geplaatst door Rick Beyer. Rick Beyer is dan op de challenge muur. Dat vond ik een hele handige challenge, althans zeg ik het zelf. En nu moet ik niet vergeten om het zonsopgang te doen. Een keer een zonsopgang aan het einde van de aflevering. Best wel speciaal. Voor mij heb ik dat nog nooit echt eerder gehad. Dus ik zal nu even de zonsopgang doen. En daarna eindig ik alweer deze aflevering. Ik heb alweer een aflevering gehad. Dan ga ik hierna The Walking Dead kijken, want die is ik nu aan het downloaden. Heel veel zin in. Dat is trouwens nu de mid-season finale. Het was toen 2 maanden geleden ongeveer geweest. Die heb ik nu een week geleden gezien. Ik vind het een super spannende serie. Super leuk. Leuk allemaal, maar het boeit jullie voor de rest niks. Jullie willen gewoon een zonsopgang zien met mij en met de zon. Jullie kennen allemaal de traditie, slash het veel neem. Ik druk op een been, jullie kijken naar de zon of naar mijn gezicht. Dus dan gaan we dat nu weer doen. Ik druk op een been, dan is het door. Dat was de zonsopgang van deze aflevering. Ja, we hadden het eigenlijk 2 moeten zijn, maar oké. Maar door mijn achterlijke geheugen heb ik dat weer niet kunnen doen. En wat de fucking fuck? Hoe de fuck op daar een fucking kip? En dan zie je me rolling, spinning all around het dingetje. Hoi. Nee, maar ja, die kip die varken draaide, voor als je dat niet zag. Maar ik eindig hier nu deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe dan even een duimpje omhoog voor de support. Ik zie daar een creeper staan bij de koeien. Ik zal maar even veilig binnen gaan staan voordat er een creeper in mijn in de rug explodeert. Daar heb ik vrij weinig behoefte aan. Dus gaan we hier even op het balkon staan. Vond je dit een leuke aflevering? Doe dan even een duimpje omhoog voor de support. Ik vind het super weer om allemaal duimpjes omhoog te krijgen. En dat begrijpen jullie ook wel. Dat is gewoon super motiverend. Voor de rest, laat een leuke reactie achter beneden. Dan kom ik straks misschien met een verhaaltje. Misschien met een onderwerp. Misschien met een vraagje. Weet ik veel. En ja, ben je nog niet geabonneerd op mij? Druk dan even snel op het knopje abonneren dat je hier beneden staat. Dan ben je al de dood video's. En voor dan heb ik nog maar één te zeggen. En dat is doei mensen!